Grappen over luie ambtenaren, wie schudt ze niet uit de mouw? Of je wekker zet tegen vijf, dat je wel op tijd naar huis gaat, dat soort dingen, ja. In Maassluis werken 300 ambtenaren voor 32.000 inwoners. Grappen kunnen ze best hebben, maar... Er is eigenlijk geen moment waarop je kunt zeggen van nou, wat zal ik eens gaan doen? Ik ben de hele dag druk bezig en het is veel ad hoc werk. Mensen bellen en dan moet ik iets. Ik moet aan de gang. Als de raad in oktober akkoord gaat, zullen er in Maassluis tussen nu en eind 2014 40 ambtenaren wegbezuinigd zijn. Heeft Prinsjesdag invloed op deze beslissing? Dat er behoorlijk wat aan zit te komen, dat is wel duidelijk voor ons. We gaan uit van een korting van ongeveer 10% op het gemeentefonds. En dat vertaalt zich ook in personele bezuiniging. 40 ambtenaren minder dus over 3,5 jaar in Maassluis. Maar het werk wordt niet minder. Nou, toevallig is dit een kamer die getroffen wordt. En hier zal dus een van de personeelsleden moeten verdwijnen. En eerlijk gezegd denk ik dat het heel moeilijk is om met z'n tweeën al het werk te doen. Er verdwijnen misschien wat taken, maar het zal nooit zo heel veel kunnen zijn. Ik werk op het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en dat zijn ze van plan te sluiten. En ja, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Taken afstoten is een van de maatregelen en daar horen dus ook mensen bij. Ja, dat geeft gewoon veel beweging, veel onrust in de organisatie, ja. Ik heb het net 2 weken geleden te horen gekregen. Ik heb er nog helemaal totaal geen beeld bij, nee. Welke afdeling zegt u van nou, daar moet je echt gewoon van afblijven? Ja, zelf denk ik stadsbeheer en dan wel de buitendienst. Ik denk dat je daar echt vanaf moet blijven. Ik denk, en als je op een gegeven moment overal toch wat meer rommel op straat ziet liggen, denk ik, ik denk dat dat een heel verkeerd beeld geeft dan. De service naar de burger zal moeilijker worden. Als je bepaalde dingen moet onderzoeken, ja, je zal toch ergens iets in je kwaliteit moeten gaan verliezen. Niet alles is op te vangen met efficiënter werken? Ik ben bang voor niet. Nee, ik denk niet dat het nog efficiënter kan. De pijn verzacht wanneer je voor mensen een nieuw perspectief kunt laten zien. Wanneer je kunt laten zien van nou, nu is het misschien even moeilijk, maar we leiden je op naar iets wat ook goed bij jouw kwaliteiten past. Het wegbezuinigen van 40 man personeel zal in Maassluis worden opgevangen door vacatures niet meer in te vullen, natuurlijk verloop, efficiënter werken, omscholing en samenwerking met andere gemeenten. Met Westland, met Midden-Delfland, allemaal zaken die we nu gaan uitzoeken, wat nu helemaal nog in het beginstadium is. Ja. Ik ben daar een voorstander van. Ja, omdat ik met collega's kom te zitten, ik ben nu alleen. Ik heb lichte ondersteuning van een paar uurtjes per week, maar ik moet het alleen doen. Als ik er niet ben, is er geen werk. Of kan dat werk niet uitgevoerd worden. Ik heb geen achtervang, dus ik heb graag dat ik me omdraai even met iemand vraag, hoe zou jij het doen? Dus ik ben er wel voor. Als jij naar een andere functie over zou kunnen gaan, even een beetje bijscholen, een beetje bijschaven. Ja. Wat zou je dan willen doen, Maarten? Ik heb nog geen idee, ik vind dit leuk werk. Maar dus liever niet? Liever niet, nee, dat klopt. Dus woont u in Maassluis? Nu nog even gauw die vergunning regelen maar.